Hey Ayla, dus vertel, wat maakt werken bij Maatwerk Online zo leuk? Het zijn heel veel dingen. Het is een leuk, jong, innovatief bedrijf met superleuke collega's. En dat maakt weer dat je iedere dag met plezier naar je werk gaat. En hoe zit het eigenlijk met de groeimogelijkheden binnen Maatwerk Online? Wat je wilt eigenlijk. Je kunt binnenkomen als trainee en doorgroeien naar senior. Je kunt teamlead worden, je kunt cursussen volgen, studeren. Echt, je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. En wat voor type klanten heb je eigenlijk? Dat is heel divers. Het gaat echt van sportscholen naar praktijken, naar webshops, winkels. En dat maakt je werk ook heel leuk. En waar ben je als maatje trots op? Dat er veel vrijheid en flexibiliteit is. Je kunt zelf je dagen invullen. En je bepaalt zelf hoe laat je begint en wanneer je klaar bent en waar je wilt werken. En ook dat je collega's je vrienden zijn. Dus of dat nou iemand is van Team SEO, Team CA of Team Web Development, we staan altijd voor elkaar klaar. En hoe zit het met Team SEO? Ja, dat is toch echt het gezelligste team. We zijn allemaal heel ambitieus, we houden van grapjes maken, de dagen zo leuk mogelijk vullen met elkaar. En daarom zijn we natuurlijk ook op zoek naar nog een leuke SEO-collega die ons team komt versterken. En waar hou jij je wekelijks mee bezig als SEO-specialist? Iedere week verschilt weer. Zo ben je aan het begin van de maand bezig met rapportages opsturen, waarin je de cijfers laat zien van de afgelopen maand. Dan ga je later in de maand verder met de optimalisatiemogelijkheden die je hebt besproken voor die maand. Dan schrijf je content, dan voer je wat technische zaken uit. Hier zie je bijvoorbeeld dat ik bezig ben met de websitesnelheid en dan zien we een score terug. Die willen we natuurlijk wat hoger krijgen. En dan kan je hier in Analytics zien wat voor doelen er vastgesteld zijn en of dat allemaal goed gaat. Wat vind jij het leukste aan SEO-specialist zijn? Dat geen enkele dag hetzelfde is. Jullie hebben net al een beetje gezien hoe mijn week eruit ziet. Je hebt constant te maken met de nieuwste ontwikkelingen. Je bent daar goed op de hoogte van. Je kunt er goed op inspelen. En dat maakt het dus heel uitdagend.